geef ik die plastiek door het wit. En als die plastiek er is, dan kan ik daar verder op gaan. Dan kan ik daar een kleur overheen zetten. En die kleur is dan zo dun dat zo'n koffiepot groen is, maar dat de vorm er doorheen schijnt. En daardoor krijg je een soort briljant effect. Ik moet zeggen. Ik heb nog wel wat dingen in olieverf gemaakt, maar het is toch steeds meer op de achtergrond geraakt. Terwijl ik het een prachtige techniek vind, maar want het heeft eigenlijk het schilderen veel makkelijker dan acryl. Acryl is het ontzettend moeilijk om overgangen te schilderen bijvoorbeeld. Om iets te soepel te laten verlopen. Als je de streek erop hebt gezet, dan blijft hij bijna gelijk zo staan. Je kan hem heel moeilijk vervloeien. Dus dat is een beetje een nadeel.